hoop dat ik een beetje een beeld kan geven van nou, hoe je dan nou met die enorme ambitie en die allerbeste bedoelingen die we hebben, hoe je dan in dat hele speelveld toch daar je invloed op uit kan oefenen. Ik ben op het moment heel druk met de Brabantse stroomversnelling. Dus daar hebben we inderdaad de man op de maan gezet. Hè. 800.000 woningen doen we nou maar even energie neutraal in 2050. En het tussenliggend hoger doel is dat we een productie aan moeten kunnen van minstens 50, maar eigenlijk liever 100 woningen renoveren per dag naar nul op de meter. Ik denk dat we ook hier met elkaar meewerken aan iets wat groter is dan een project. Hè. Het is niet een paar nul op de meter woningen maken of een technisch concept uitwerken. Het is echt een grootse verandering van hoe die ordening, hoe het systeem in elkaar zit, hoe die structuren veranderen. En de meerderheid die wil het niet, die kan het niet, die ziet het niet of wat dan ook. We werken gewoon vanuit een kleine groep met een vooruitstrevend idee aan. En we weten het eigenlijk ook niet helemaal precies. Hè. We bouwen steeds voort op dingen die we ontdekken en hoe dat dan werkt. Maar het is in ieder geval, ik denk dat het groots is en ik denk dat het ook heel complex is. En het bestaat, in mijn ogen zijn er twee pijlers. Dat is de pijler van de inhoud. Hè? En dat is dat we zeggen, van, nou, we hebben die prestatiegarantie nodig. We hebben energiebesparing nodig. Het moet naar nul. De wetgeving is niet goed. Zo moet de wet eruit zien. Ja, bijvoorbeeld, ik wil even het voorbeeld aanhalen van toen in Apeldoorn. Is ooit een slim en sneltraject geweest. Daar is de lat heel hoog gelegd. We gaan naar energie neutraal. Vanuit de corporatie, maar ook vanuit de bewoners. Die zeiden, nou goed, wij willen best onze energierekening inleveren. Maar dan moeten jullie ons ook prestatiegaranties leveren. Dus daar ontstond een zaadje van hoe je inhoudelijk die grote stap kon leggen. Nou, prestatiegaranties, die technische concepten, kregen we langzamerhand in de gaten van hoe dat eruit moest zien. Daar kwamen ideeën over van hoe moet zo'n contract met een huurder eruit zien. Vervolgens werd bedacht van we zitten hier op het lokale niveau, maar op het lokale niveau krijgen we een aantal dingen niet opgelost. Hè. Er is gewoon een wetgeving die belemmert dat je als woningcoöperatie een eigen kaststroom in rekening brengt. Dus vanuit al die inhoudelijke puzzelstukjes wordt er gewerkt aan het mogelijk maken van het ideaal. Maar alleen die inhoudelijke puzzelstukjes is niet voldoende. Hè? Je hebt de details in de contracten, je moet precies weten hoe het zit. Je moet precies weten hoe de concepten werken, hoe de prestaties zijn. Maar alleen daarmee komt de verandering nog niet tot stand. De tweede pijler is namelijk volgens mij de pijler van het proces. Of de pijler van al die processen bij die mensen. Wat ik toen ik in Mozambique werkte, heb geconstateerd, is dat je ergens als buitenstaander inkomt en je gaat een project beginnen of een programma beginnen. En je valt in iets wat al honderden jaren voor jou tot stand is gekomen en wat na jou, of na jou, al is het je levensduur, wat na jou ook nog honderden jaren verder gaat. En het is eigenlijk zo'n golfbeweging, hè, die je zo over de tijd kan voorstellen, die heel lang duurt en je valt daarin. En de weerbarstigheid van de dingen zoals ze gaan, die is enorm groot. He, ook als je binnen bedrijven komt of binnen onze, hoe wij wonen, hoe we al jaren wonen, hoe we al jaren werken, hoe we al jaren dingen doen. Dat is ontzettend strak, ontzettend weerbarstig en stevig. En als je daar iets, dat is gestold, ja, en dat is heel vast. Dat zien we ook in ons eigen leven. Hè? Dat als we iets echt willen omgooien, iets echt willen omkeren, dan kost dat heel erg veel moeite. En als wij dus in gesprekken gaan met mensen in de steden, in de woningcorporaties, overal, dan komen we van alles tegen. Hè, soms, ik kan me nog herinneren dat we in Amersfoort interviews deden met de woningcorporatie. En die zeiden, ja, dat klinkt allemaal heel goed, maar we hebben net een contract afgesloten met een bouwer voor een programma van, ik weet het aantal niet, maar voor 1000 woningen naar label B. Daar heb ik 3 jaar aan gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. Daar heb ik hartstikke goed mijn best voor gedaan. En uh, ik,
ja, ik trek het niet om nou nog, nog weer te gaan sleuren en te trekken omdat die lat hoger is geworden. Hè, we hebben dit nou eenmaal in gang gezet en zo gaan we dat doen. Wat ik ook ben tegengekomen in een interview is dat een operatiedirecteur tegen mij zegt van ja, ik weet het allemaal niet meer. Ik zie dit, ik praat met jou over nul op de meter en over die business cases en over hoe wij dit allemaal beter kunnen doen en anders kunnen doen. Maar ik weet het niet. We zitten als sector, als organisatie, zitten we een soort van in crisis. Ik weet het niet. Heb ik het eigenlijk wel goed gedaan? Heb ik het fout gedaan? Die man, die sprak eigenlijk uit dat hij bang is om nog een keuze te maken. Hij heeft grote investeringen gedaan in het verleden en wordt daar nu keihard op afgerekend. Hij wordt gezien als een boef, iemand die maatschappelijk geld verbrast. Hij zegt, ja, ik durf nu niet in een project te stappen waarin ik die risico's neem en waarin ik dat moet doen. En die angst ook om daarin, hè, wat Marius eigenlijk zegt, die angst om te falen, die angst om af te gaan bij je vrienden, om niet succesvol te zijn, om je organisatie verder de afgrond in te brengen. Ja, die kom je ook tegen. Dat zijn tegenwerkende krachten. Hè. Je komt soms ook krachten tegen die meewerken. Soms de ego's. Hè. Er zijn heel veel, ook in de politiek zie je dat. Dat mensen vinden het prachtig als ze op een gegeven moment, als jij bij ze komt met een plan dat toevallig net op de politieke agenda staat. Waar je ze kan helpen om misschien te scoren. In Brabant hebben we denk ik heel slim gebruik gemaakt van de processen die er lopen, van een politiek spel wat er ook gespeeld wordt. De verkiezingen die er dan aankomen, dat de energiebesparing en de gebouwde innovatie in de gebouwde omgeving een onderwerp is dat hoog op de agenda staat. Maar dat men, hè, dat men echt zoekende is naar een perspectief. En als je dan net dat perspectief kan bieden, dan gaat dat vliegen. Maar dat betekent niet dat het dan gedaan is. Dus je komt in die processen dan de onderliggende emoties, de onderliggende patronen tegen. En daar kun je gebruik van maken. Soms helpen ze je, maar soms werkt het ook tegen je om het echt concreet te maken en om het echt te laten landen. Nou ja, en wat ik heel vaak hoor als ik die verhalen over die samenhang tussen processen en tussen inhoud vertel, zeggen mensen, ja, maar dat is hartstikke abstract, dat duurt toch veel te lang en kunnen we daar dan in sturen en moeten we dan iedereen door een persoonlijk transformatieproces heen trekken om dan die duurzame ambitie te omarmen en om hun eigen patronen te doorbreken. Voor een deel is dat zo, hè? Maar voor een deel kun je daar volgens mij ook heel slim in sturen. Een beetje door ook zelf doelgericht aan de slag te gaan. En door in dat veld te bewegen en daar te voelen wat is, met een heel helder doel voor ogen. We hebben daar een model voor ontwikkeld, zal ik zo meteen iets verder. Maar het gaat om dat slimme sturen, dat intelligent zijn van wat is nou het doel dat we voor ogen hebben. In dat veld ook bewegen en daar waar het gebeurt, hè, op het moment dat je met een bestuurder zit, Je kans pakken, de timing die je hebt. Je weet wat er kan en je weet ongeveer wat er nodig is. En je komt, je neemt waar. Hè. Dat is heel erg belangrijk om waar te nemen van waar zit die energie die Claudia ook al noemde. We hebben een heleboel partijen waar we mee werken. En soms gaat ergens opeens iets bewegen en soms zit het vast. En daar waar die energie zit en daar waar een kans ontstaat, daar ga je mee aan de slag. Ja, ik noem het ook wel eens dat je een soort mix, hè, als je daarin strategisch invloed wil uitoefenen met dat doel voor ogen, dat je een soort mix bent van Machiavelli en Moeder Teresa. Hè. Dat is de slimme sturing, denk ik. Want de kant van het iedereen pamperen en iedereen door zo'n proces heen nemen, dan ben je eigenlijk een soort Moeder Teresa die iedereen door zo'n proces heen wil trekken. Dat mag soms en dat moet soms, hè, dat je die context creëert waarin veiligheid is, waarin mensen ook die angst mogen hebben, waar je ook net ook die verbindende factor bent die ervoor zorgt dat mensen iets durven en dat je met elkaar iets durft en dat je risico durft te nemen met elkaar. En soms ben je ook een soort Machiavelli die heel erg strategisch kijkt van als ik nu
hier bijvoorbeeld die ene corporatie zover kan krijgen dat die ene woning beschikbaar komt, zodat we hier een begin maken, zodat we heel concreet aan de slag kunnen gaan en kunnen gaan oefenen, dan kunnen we straks misschien verder gaan. Dan ben je eigenlijk heel strategisch, heel erg bijna als een soort Machiavelli je kansen aan het afwachten en daar op een gegeven moment touwtjes aan elkaar te knopen. En dat is wat hier eigenlijk ook in beschreven staat. Ja, ik ga er nu niet super diep op in. He, je hebt je vraagstuk, je kijkt van op inhoud en op proces van hoe zit dat vraagstuk in elkaar. Je verkent het veld, hoe zit het systeem in elkaar. Wat zijn belemmeringen, wat zijn dingen die kunnen helpen, welke inhoud hebben we nodig. Vervolgens ga je ook voelen in dat veld van wie zijn nou mijn bondgenoten, wie zijn nou de stakeholders waar ik een beweging mee kan maken. En op een gegeven moment ga je daar een proces op inrichten. En soms moet dat proces inderdaad zijn een experiment, à la slim en snel, waarbij je zegt we moeten iets opengooien, we moeten gaan zoeken, we moeten gaan exploreren, we moeten gaan experimenteren. En soms zie je daarin heel duidelijk dat er een aantal zaken gefocust beetgepakt moeten worden, zoals Jan-Willem bijvoorbeeld noemt, van nou, we moeten specifiek op die punten gaan innoveren, we moeten specifiek daar gaan lobbyen voor wetgeving. En daar maak je dan keuzes in. En daar horen dus allerlei interventies bij, die zowel op inhoud als op proces belangrijk zijn. En daarin ook steeds die ruimte houdend voor nieuwe inzichten en voor datgene wat er ontstaat. Want ik denk niet dat één van ons heeft kunnen voorzien 5 jaar geleden wat er nu gebeurt. En hoe het nu gebeurt en met wie het nu gebeurt. Jan Willem zegt van wel. Geloof ik helemaal niks van. Je blijft bewegen in dat veld. En je houdt wel focus, maar je blijft bewegen. Je blijft daar aan werken waar het kan ook en waar beweging zit. En de laatste is die eigenlijk van continuïteit en transitie. Want waar ik begon dat het om een systeem gaat, dat er ook een aantal dingen fundamenteel anders zullen gaan dan dat ze ooit gingen. Dat je ook steeds werkt aan die verankering. En die verankering die kan zijn in de stollingen in producten of in garanties of in organisatiestructuren. Maar dat is ook dat hele proces. Ik denk dat de mensen die hier nu zitten, en er zijn er nog veel meer in Nederland, die op de een of andere manier aan de slag zijn geweest met al die projecten die we de laatste jaren hebben gedaan. We zien gewoon dat daar waar in het begin zaadjes zijn geplant, waar in het begin die eerste verkenningen mee zijn geweest, dat vele van hun nu de mensen zijn die ook voorop lopen om het in de organisaties en in de regio's en overal een plek te geven en in te laten bedden. Je werkt denk ik de hele tijd aan dat samenspel van dat verankeren in producten en het harde systeem, maar ook aan dat losmaken van het potentieel en die veranderkracht in alle netwerken waarin we werken, zodat het ook verder gaat dan alleen dat ene korte termijn doel, maar dat we ook inderdaad aan die grotere beweging, hè, van dat eerste plaatje. Ik heb het helemaal niet eens mooi toegelicht. Dat eerste plaatje waarin toch het angstbeeld of misschien het slechte beeld, maar ik denk wel dat dit ook iets is waar we toch met elkaar aan werken. Hè? Al is het schimmel, al is het energie en klimaat. We verbinden eigenlijk het superconcrete met het superabstracte en de dingen die we daarin ook willen bereiken. Het is mijn manier hoor. Het is heel erg mijn manier om te proberen om het grote verhaal en ook het verhaal van al die netwerken van partijen die daarmee te maken hebben. En het hele concrete van wat doen we dan vandaag aan die keukentafel als we het hebben over een prototype of over een prestatiegarantie. Om dat met elkaar te verbinden. Ik laat het hierbij. Dankjewel.